Oh, dit wordt niks. Ik ben hier in Lauwersoog, uiterste puntje van Groningen. En ook hier ga ik op zoek naar streekgerechten. Maar ik haal ze dit keer niet van het land, maar uit de zee. Hallo, hi. Ik ben Barbara. Hi Barbara. Hoe is het? Ja, goed. Jullie houden je bezig met traditionele visserij. Ja. Heel kleinschalig. Ja, klopt. Maar er zit vast een visie achter. Ja, natuurlijk. Want wij willen echt die oude traditionele methodes ook echt behouden. Ja. Omdat we die straks aan het einde van de olie-eeuw keihard nodig hebben. Ja. Om weer te kunnen oogsten uit de zee. Ik kan niet zeggen dat ik een makkelijk beroep heb en een eenvoudig leven. Maar het is zo mooi. Mooi dat je zoveel passie hebt. Ja. Nou, heb ik begrepen dat het ook een bijzonder voertuig is? Ja, we gaan met een slikslee. Ik heb er zelfs nog nooit van gehoord. Waarschijnlijk kan dat niet in wat ik nu aan heb. Nee, we gaan waadpakken aantrekken. Ik vrees nu al met grote vrezen. Help, ik zit weer vast. Ja, dit apparaat gebruik je dus, die slikslee, als je niet kan lopen en niet kan varen. Oké. Je kan hier nu niet varen, want er is geen water. En je kan niet lopen, want je zakt tot je knieën weg in de drek. Maar je moet naar achteren alsof je roeit. Oh, dit wordt niks. Jawel. Roeien ga ik ook altijd. Even wennen. Rondje. Oh, nee. Ik kom er niet meer uit. Jawel, ik kom je redden. Nee. Oh, ik zit dus nu al vast. Als je voet strekt als een ballerina. Nou, ik denk dat. Ik ga even aan de andere kant van jou komen. Ik heb nog nooit gehad dat iemand helemaal niet lukt hoor. Dus dan ben je echt de eerste. Ik geloof niet dat hier een carrière voor mij weggelegd. Ops. Ja, ik ben vrij. Nou, zie je, hey. Ja! Vooruit, man! Wat goed! Nou, richting de zee. Zwaar hoor. Ja, het leven van een watvisser gaat niet over rozen, hè? Wat is dit zwaar? Kom maar, Jannie, we gaan heel even vals spelen. Ja. Niemand die het ziet? Nou, vaart houden. Nee hoor, ik lig weer vast. Ja. Gewoon even mij vasthouden. Yes. Ja, oké. Okay. We zijn er, Jannie. Ik weet wel dat mijn talent hier niet ligt. Maar goed, ik ben er, jongens. Ik weet nu ook niet wat er in de fuik zit. Het is echt een verrassing. Oh, maar er zit wel van alles in de fuiken. Krabbetjes. Oh ja, best wel grote krabben ook. Ja, wij zijn echt afhankelijk van wat hier aankomt zwemmen. Wij gaan niet achter de vis aan. Je weet het van tevoren nooit wat je vangt. Je weet van tevoren niet wat je vangt. Nee. Ik hou hem vast. Wacht even hoor. Moet ik hem iets schuiner houden? Nee, dat denk ik niet. Ja. Ja, lijntje. Hey Nijntje, nou zit je vast, lieverd. Zat je net zo vast als ik, hè? Nou, dan zijn we weer op aarde, Jannie. Ja, we zijn weer op aarde. Vaste grond onder de voeten. Dat zijn zeg maar de kooi waar wij de oesters in bewaren. En alles wat hier op de grond ligt, daar zou ook nog goede tussen kunnen zitten. Kijk maar, dit dacht er ook. Kijk, dit is een oester en dit is een oester. Zie je wel? En hier is een kleintje. Kleintje. Ik ben dol op oesters. Oh, nou, dan ben je hier wel zo'n beetje de Bretagne van het noorden, hè? Ja, maar ik wou net zeggen, ja. Dit is echt gewoon de Bretagne van het noorden. Zo. Ik heb echt mateloze bewondering voor je, hoor. Ik geloof niet dat ik dit een hele week vol zou houden. En dat doe jij dag in dag uit, hè? Ja, maar na een tijdje word je het gewoon, hè? Ik weet niet of mij dat zou doen. Eten is overal. Maar kennen deze mensen ook de lokale lekkernijen van buiten hun regio? Wat is een streekproduct en wat niet? Dit is Goor of Grun? Heite bliksem. Geen idee. Denk groente? Nee, ik zou het niet weten.
Het heeft wel wat met sambal te maken, hè? Stampot met aardappelen en zoete appels. Had ik niet geraden. Zeehondenstoof. Nou, ik ben geboren in Groningen, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Is misschien wel heel lekker, maar ik denk dat ze de zeehonden daar liever laten leven. Ja, ik denk dat het nep is. Ik denk niet dat ze dit in Groningen eten. Nou, in Nederland niet in ieder geval. Goor. Zeehondenvlees is wel een delicatesse voor de inheemse bevolking uit het noorden van Canada. Het klinkt ook echt goor. Lekker in Canada laten. Spekdikken. Ja, yeah, dat is het. Speklappen, dat is in die richting. Ik weet ook niet wat het is. Het is een soort pannenkoek. Ja, ik denk dat het Gronings is. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Een soort pannenkoek met roggemeel, anijs en stroop. Tijdens het bakken in een knijpijzer worden stukjes worst en spek toegevoegd. Oké. Okay. En is dat zo? Ja. Apart eten. Wat is jouw uitdrukking? Wat? Eten wat? Eten wat het wat schaft. Eten wat het wat schaft. Ja. Dat is goed, hè? Ja. Nee. Want we wisten niet wat er in de fuik zou zitten, maar dit weet je zeker. Die hebben we. En die kunnen zo op de barbecue? Die kunnen zo op de barbecue. Nou, kan ik zo, zie je? Munt, koriander, daar nog wat citroenschil door, of niet? Ja, dat vind ik wel lekker erbij. Zo lekker dan dit. Druppeltje olijfolie eroverheen. Ja, ik vind het heerlijk. Nou dan. Oh, wat een beauties. Echt wel? Kijk eens even. Oh, heerlijk. Nou. Oh, kijk eens. Nou, ik ben benieuwd wat je van mijn creatie vindt. Nou, dat ben ik zeker ook. Oh, ik vind dit zo lekker. Nou, ik geloof dat ik toch maar ga trainen in watlopen. Ik vond het heerlijk. En ik heb een topdag met je gehad. Ja, ondanks het feit dat het heel zwaar was, ik vond het geweldig. Dank je wel. Heel tof date, echt waar. Dank je wel. Het is nog nooit zo duister geweest. Het wordt altijd wel weer licht.